Hier ook echt van IMT. Vandaag zijn Mark en ik hier met een potje Rocket League. Een keer wat anders dan normaal op de zaterdagmiddag. Dit komt puur omdat ik zelf last heb van tijdgebrek. Maar ja, dat hoort er zo bij, hè. Ik ben op dit moment erg druk bezig met mijn studie, waardoor ik de aankomende tijd wat minder kan uploaden. En ik weet niet wat het is, maar ik heb enorme frame drops in één keer. Nou, ik heb er eigenlijk geen last van, dus... Zit even 3 seconden zelf? Ik ga mijn best doen. Ik kan niks beloven, maar... Dus moet nu beter zijn. Nee, lijkt me steeds iets. Dit is niet fijn. Oké, maar even terugkomend. Op dit moment ben ik dus bezig met mijn studie. Die sommigen van jullie wel weten. En daarvoor moet ik nu dus een x-aantal verslagen binnenkort af hebben. De deadline is eigenlijk al 4 april. Het is niet zo dat ik gewoon niet kan plannen. Het is gewoon dat ik nu al begonnen ben. En enkele van die verslagen zijn ook al bijna af. En dat is dus de reden waarom ik dus wat minder tijd heb. Omdat ik vaak wat vooruit wil lopen op de rest. En ik zit er met een probleem dat ik met 1 verslag, waar normaal dus 120 uur op staat, per persoon. En nu is het met z'n tweeën doen. Alleen mijn teammate, die gooit er met een pet naar. Dus, en het probleem daarvan is, dat er dus niet veel overblijft. Van de overige tijd. Ja, zo. Ik heb het niet beter, ik heb nu echt op prestatiemode gezet. Maar ja, genoeg gepraat erover, hè. Ja. Dus het best wel vrij duidelijk is. Tok. Dus, en hoe bijzonder, tot 4 april zien jullie me waarschijnlijk iets minder. En neemt Mark misschien even een aantal series over en begint misschien even zijn eigen serie tijdelijk. Ja. Hoppakee. Ik hoor dat je even Outlast wil pompen. Ja, sowieso. En misschien nog één. Ik denk mij dat je wat meer video's wilde maken. Ja, en misschien nog wat nieuwere series erbij. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb zeker wel weer een leuk spelletje gevonden waar ik ook weer aan wil beginnen. Maar laat ik eerst mijn andere serie afmaken die ik wil gaan doen voor de andere serie. Voor die andere serie weer klaar. Voor ik een nieuwe serie ga beginnen. Wow, Interception! Ja. Het gaat niet goed. Wow! Wou ik de bal uittikken? En jij bent gelanceerd door mij. Ja, dus je kwam net op het moment van nee! Mooie eigen goal. Ja! Ben ik ook zo blij mee. Prachtig. Ik kan ook iets stabielere frame rates gaan krijgen. Ja, klopt. Ja, het begint langzaam steeds stabieler te worden. Ik heb al heel lang geen Rocket League meer opgenomen. Nee, eigenlijk... Eigenlijk zit ik na een laatste update... dat we de bingo niet meer kunnen doen, is Rocket League een beetje weggeappt. Ja. Ik krijg ook wel jammer dat we tegenwoordig de Rocket League bingo niet meer kunnen doen, maar ja... Ik heb tis. Wel een suggestion achtergelaten om dat met een optie weer terug te zetten. Ja. Maar ja, ik denk niet dat het er terug in gaat komen. Dat kan echt wel eens een heel veel series opleveren weer. Maar na de van Rocket League bingo was altijd wel, het was altijd best wel veel werk. Ja, oké. Ook om alles af te stemmen. Dat is wel waar. Ja. Ouders die vervelend kunnen doen. En veel nog zonder die vervelend kan doen. Oh. Ja. Maar ja, alles wendt, zeggen ze. Behalve dat. Precies. Wat? Precies. Af en toe. Kunnen ze echt het bloed om die nagels vandaan halen? Ja. Ja, maar dat kan ik ook, dus. Ja. Duidelijk. Maar dat kunnen docenten ook heel goed op school. Geen discussie over mogelijk. Terwijl ze mij de lessen hebben, dat is vaak andersom. Oh. Maar we hadden laatst een hele politieke discussie in de les met een docent. Ja, dat kan. En over elektrische auto's daarna. Maar het mooiste was, het gebeurde dus na de verkiezingen. Begon de hele discussie pas. Dat is... Bart.
Ja, dat vonden wij dus ook allemaal. Oké, ja, oké, dat had ik ook met een docent, daar hadden we het ook over politiek. Want dat is een docent van loopbaan en burgerschap, dus dan, ja, dan is de kans groot dat je het over politiek hebt. En laat maar raden, dat hebben we deze periode ook. Dus dan was het echt van, ja, dan hebben we het over politiek, dit en dat, en we gaan stemmen. Nou, ik dacht. Ik ben wel geweest. Ik niet, ik heb niet gestemd. Ik heb mijn stem wel laten horen. En nu trouwens ook. Vind ik niet joke. Is meer flauw dan droog. Maar Ah, moet. Ja. ik vond het moeilijk dit om echt een goede keuze te maken. Misschien heb je daarom niet gestemd? Wat? Heb je daarom niet gestemd? Omdat de keuze gewoon te moeilijk was? Nou, meer omdat ik dan denk van, ja, is het nodig, vind ik? Meestal ben ik zo'n persoon van die heel simpel denkt van, oh, ja, Ja, dat maar is dat meestal zo. is soms heel goed, maar ook in heel veel gevallen heel slecht. Ja, ik had zo van, deze keer niet. Over 4 jaar kunnen we toch weer stemmen. Volgens mij nog Zijn we veel eerder 4 jaar? zelfs. Tweede Ja, Kamer al. sowieso wel. Want En met de gemeenteverkiezingen heb je ook nog een keer wel ergens tussendoor. Tweede Kamer ook weer binnenkort. Daar kun je volgens mij dit jaar ook stemmen. Geen idee wanneer dat weer is. En volgend jaar beginnen ze in Amerika weer met stemmen. Oh ja. Dat alweer, ja. Damn, tijd vliegt voorbij. Ja, dat hoorde ik vandaag op Q-Music. Ja, soms hoor je dingen op radio. Ja, het is dat ik vandaag niet echt een radio heb gehoord. Ja, de enige Ja, radio die even ik naar hoor school toe is. rijden. Dat was het. Ja, de enige radio die ik hoor, dat is mijn wekker. Maar dan is het ook echt gewoon geluid dat uit dat ding komt van hier tot Tokio. Echt. Ik vind het nog apart dat. Wat die doet. Nou, dat niet. Dat andere mensen die hier wonen, die daar geen last van hebben of zo. Want ik heb dat ding op volle volume staan, zodat ik echt wakker word. Zodat ik eigenlijk wakker schrik. Nou, bij mij hoeft het me maar een krekeltje langs het bed te lopen en ik ben klaar wakker. Ja, maar ja, ik heb meer zo van dat ik een diepe slaap. Ook wel, ja. Nou ja, ik heb het zelfs al zo erg dat ik pas om uur of 12 tot 1 pas echt ga slapen. En dan tussen 5 en 6 weer wakker ben. Ja, dat ligt er een beetje aan. En de volgende dag net zo. En de dag erop net zo. Maar ja, jij hebt ook meer een ritme dan mij. Je hebt gewoon echt zo'n ritme met slapen, laat ik maar zeggen. Ja, Ik daar. daarom ben ik ook nooit zo moe. Ja, ik dacht het gewoon. Ik heb het ook als ik Hetzelfde. om 3 uur wakker word. Met een antwoord op de vraag die ik had voor huiswerk. Computer aan, maken. Ja, dat heb ik dan weer niet. Ik wel. En wat is hier bij de hand? Ik hoor een ambulance. Als er een ambulance in jouw regio is, dan is het. Vrij bijzonder. Ja. Bij ons, ja, ook wel. Maar jij? Al helemaal. Al Valt ook helemaal. wel mee. Oké. Okay. Nou ja, als het hier hoort, dan denk je van, wat is hier gebeurd? Dan word ik gelijk nieuwsgierig. Zo van, wat is er nou weer aan de hand? Dan had je maandag zo Flitsmeister moeten kijken, zo'n beetje zo rond Utrecht. Het Ja, was daar laten we maar. helemaal blauw van de flitsicoontjes. Ja, dat zal best kunnen. Heel Utrecht was dichtgezet. Ik zit op een hogeschool. En vanuit die hoek krijgen we ook heel veel informatie mee wat daar allemaal gebeurt. Dus. En dat is gewoon een lockdown. Je mag gewoon niet naar Ja. binnen en niet naar buiten. Maar dat was net zoals een aantal jaren geleden. Er waren ook volgens mij een aantal van die vechthelikopters. Die waren hier gewoon in de regio aan het rondvliegen. En Oh, echt dat gewoon. was. Ik weet al waarom. Ja, dat was ook Klopt, dat was een echt. oefening in een oude leegstaande fabriek. Ja, klopt. Maar dat was echt gewoon heel dicht laag de grond. En dan zie je ze zo hier bij de
ja, de bossen die we hier wat verderop hebben, dan staat ze gewoon heel laag langs te vliegen. Dan denk je echt van, what the fuck zijn ze aan het doen? Ja, maar weer het probleem is, wij hadden hier gewoon consistent 56 helikopters over het huis vliegen per uur. Ja, dan hebben wij er twee. Ja, wij hadden echt dag in dag uit, de hele nacht door. Helikopters. Ja, we hadden iets van twee die dan een paar oefeningen hier deden. Denk ergens van, wat zijn ze aan het doen? Zij zijn aan het, ja, wat zoeken ze hier? Ja, wat zoeken ze hier in dit gedeelte van het land? Gedeelte waar het leger is dan de rest van het land. Super. Oh, je moet de prehistorie nog toeslaan. Doe iets. Dat is nog heel mooi. Easy. Ja, dat was het laatste op het nieuws volgens mij. Oh, oké, had ik gelezen zo'n artikel. Wacht. Lees jij nieuws? Ja, nou ja, als ik me verveel. Vandaag ook. Wacht, film echt. Sinds wanneer? Dan is het in heel erg gevallen. Wanneer ik me echt kapot verveel. Dat is echt wat nieuws. Als jij het nieuws leest. Ja, maar dat was de laatste keer zo. Was in Amsterdam. Dat was een. Zo'n groot vliegtuig die werd begeleid door een aantal van die F-16 vliegtuigen. Ik weet niet of je dat hebt gehoord, maar. Ik hoorde dat een aantal mensen nog behoorlijk zo hadden van: what the fuck? Wat is hier aan de hand? En dan hadden ze het ook volgens mij een beetje over. Of het toevallig iets met een terroristische aanslag had of zo, maar. Dat bleek allemaal niet zo te zijn. Volgens mij was het van. Ik weet eigenlijk niet precies waar het om ook weer ging. Iets over. Goed onderwerp. Ik weet wel god niet waar je het over hebt. Ik heb helemaal niks meegekregen. Want rond die tijd leefde ik onder een oersteen. Ja, ik las het. Ik denk van. Hè? Ook zo mooi. Volgens... Mensen rondom Schiphol waren aan het zeuren voor geluidsoverlast. Nou komt het, hè? Waarom ga je dan wonen? In de buurt van Schiphol. Dat is net zo'n vraag als je hebt van, ja, ik heb overlast van al die schepen, omdat je, want dan woon je bijvoorbeeld dicht bij aan de IJssel. Of bij de Rotterdamse haven. Ja, maar dan denk ik zo van, waarom ga je dan wonen? Ook zo mooi in Canada, heb je een pretpark die ze gebouwd hadden. En op een gegeven moment zijn ze daar gaan klagen voor geluidsoverlast, omdat de gemeente steeds mijn huizen dichter bij het pretpark inzetten. En het pretpark moest maar minder lawaai maken. Ja, hoe ga je dat doen met een achtbaan? Ja, dat niet. Dat red je bijna niet. En wat ze uiteindelijk gedaan hebben, ze hebben de baan opgevuld met zand. Zand? Ja, dat dempt. Ja, oké, maar. Beetje rare oplossing, vind je niet? Ja, je kunt er ook water in doen, maar dat geeft alleen roest. Dat is ook waar. Kom, laat er gewoon piepschuimkorreltjes in stoppen. Kan ook. En een klein beetje heet water. Nee, laten we dat maar niet doen. Maar die piepschuimkorrels, die zetten zich uit met stoom. Hey, bedankt dat je me ook zo vastzette daarnet. Ik hoor geen klap erop. Hoppa. Moet je nagaan, dit potje, daar let ik echt totaal niet op. Toevallig hebben we... Oké, dat... Ja, dat. Mark. Dit potje let ik totaal niet op. Hou ook in je mond maar dicht. Ja, nee, ik let... Kijk, maar dit is een ongelukkige ballen niet. Ja, nee, oké, maar dat... Dat lukt er niet op en dan zie je de score en dan denk je van, what the actual fuck? En dan mis je hem precies. Ja. Zeg dat even niet vaak, je zegt met competitive, oh die gaat best wel goed. Tegengoal. Oh, verloren. Ja, dat maar is... Gewoon echt 10 seconden, 3 tegengoals in één keer. Ja, maar dan, dat, dat zit ik toch echt niet mee. Ja, maar dan zeg je ook, oh dat gaat best wel lekker.
Ja. Laatst ook zo met de Cities: Skylines, dan speel ik dat af en toe. Behalve dan had ik op de meest domste manier de water. Waar de waterpompen gebeuren staan. Plus de riolering waar dat uitkomt. Dan had ik er een dam bij de rivier gemaakt, zodat het water niet meer weg kan stromen. Oftewel, dat vervuilde water. Dan werd zo de leiding weer ingepompt, wat mensen dus weer dronken. Waardoor iedereen ziek werd. Wel, dat ging dood. En ik zat er zo van, oh, het gaat best wel goed. Zo van, ik heb niks door. Dit is wat ik had, een traffic flow van 0%. Ja. Dat is op zich ook een hele prestatie. Ja, maar dan dacht ik er gewoon niet bij na. Oh, ik gooi er gewoon een dam neer. Weet je hoe mooi dat was bij Oh. mij, Mark? Ja. Het verkeer kon zichzelf niet meer uit de knoop halen. Ja, dan ben je wel goed bezig. Maar Hey. ik ging echt van een traffic flow van ruim 90% in een minuut tijd naar nul. Ja, dan denk ik zo van, nice job. Dat is op zich best wel een prestatie. Maar in Ja. ieder geval, laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg! Doeg.